goed. Ik denk, nou, als we dan binnenkort een Nederlands tekstje krijgen, dan zet ik dat wel eventjes op. Nou, op de schilder. Ja. Het werk. En het. Jongens. Ja, eigenlijk zijn Hans en ik ze zuur en dan sluiten altijd andere mensen bij aan. Maar wij zijn het hart van Cezuur en wij faciliteren en organiseren mee en doen ook natuurlijk inhoudelijk mee. Maar het leuke is dat er altijd nieuwe mensen telkens voorbij komen en dat die weer nieuwe energie geven en nieuwe ideeën en dat vind ik heerlijk. Nog niet gereageerd. En Michiel wel? De selectieprocedure is eigenlijk puur op inspiratie gedaan. De eerste serie is gewoon begonnen van schilders die je gewoon heel erg goed vindt om die op een rijtje te zetten. En toen zijn we gaan kijken wat is de breedte van de schilderkunst. Er zijn heel veel soorten schilderkunst, dus het zou mooi zijn om daar ook iets van te laten zien. Een beetje lastig, maar goed, daar komen we wel uit volgens mij. Maar ik wil toch even melden dat daar... Het werk laat je uit op dinsdag. Ja. In elke tentoonstelling speelt zich een, wat wij noemen een tafel af. Dan nodigen we een aantal mensen uit, meestal komen er dan 20 mensen, die nodigen we uit om samen met de schilder te spreken over het werk. En om daar enige lijn in te krijgen, modereert Harmen IJsinga, modereert die tafels. En dat kan zijn welke plek de schilder inneemt in de traditie, dat kan zijn over de techniek, dat kan zijn over de inhoud, het kan zijn over zijn beeldinhoud. En ook dat is bijna weer een soort naïef ding, dat we op een zondagmiddag met een aantal mensen... Ja, in plaats dat je elkaar dwars zit, op een hele fijne, open manier met elkaar spreekt over in dit geval schilderkunst. Ralf en Michiel. Met rood aangegeven is dat moet werken. Ik denk dat dit project ons als Team Cezuur meer gebracht heeft en ook andere dingen gebracht heeft dan we gedacht hadden. In eerste plaats dat het enorm opgepikt is door de schilders zelf. Die hebben... Heel enthousiast gereageerd. Allemaal vonden het een benadering die ze nog niet gezien hadden. En dat was de bedoeling ook, dat zo was. En hebben allemaal belangeloos en met inzet van al hun tijd en energie daaraan deelgenomen. En ook van niet-schilders, verschillende kanten gehoord, dat dit een heel bijzonder project is waarvan zij vonden dat het eigenlijk bij hun ook zou moeten kunnen. En waar normaal gesproken de tentoonstelling het eindresultaat is van wat de schilder doet, willen we vragen aan de kunstenaar van wil je wat meer van het maakproces ook inzichtelijk maken. Met als doel antwoord te geven op de vraag wat brengt jonge kunstenaars er vandaag de dag nog toe om zich met dat oude medium bezig te houden of zich daarin uit te drukken. Ik ineens zie ik dat je dat in een mailtje hebt gezet. Ja, maar ja. Ja. Wordt er nog gelezen, meneer? Nou, sommige dingen lees je overheen. Bewust of onbewust, dat weet ik niet. Ik ben als een curiositas opstaat. Dank je wel. Moet ik weer wat? Het programma is inhoudelijk zo interessant. En ik moet zeggen, het team Cezuur is zo inspirerend. Dat zie ik nog wel een aantal jaren doorlopen.